Goedemorgen. Het is maandag en ik dacht, goh, laat ik deze week eens beginnen met je iets te vertellen wat ik vreselijk belangrijk vond bij het gebruik maken van de oliën. Engelen, jullie weten het misschien wel, die zijn een onderdeel van mijn leven. Die brachten heel erg, nou niet heel erg lang geleden, na lang geleden, de olie. En toen ben ik eigenlijk gaan uitproberen en uittesten. Goh, waarom is dat dan toch? Wat kunnen die oliën dan allemaal? Hoe kunnen die mij helpen in mijn leven? Ik had er nog helemaal geen idee van, nog geen kaas van gegeten. Ik ben gaan uittesten en ik startte dus, want ik hoorde heel veel over olie, en ik startte dus met die goedkope merkjes bij de drogist en dergelijke. Nou, en al snel leerde ik dat dat niet het juiste voor mij was, want die zijn niet puur. Er staat wel vaker op zo'n etiketje 100% pure olie. Ja, maar als je werkelijk gaat kijken wat in zo'n flesje zit, dan zijn het misschien de 5 pure druppels die gebruikt zijn in dat hele flesje. En de rest is allemaal aangelengd. Want zo werkt het nu eenmaal in Nederland. Dat mag men dus op het etiketje schrijven. Dus ik vond het heel erg lastig om erachter te komen, ja, oké, en hoe dan? En het was voor mij een hele speurtocht. Totdat ik inderdaad de oliën van Young Living heb ontdekt. En daar leerde ik eigenlijk ook nog iets anders, wat voor mij heel erg belangrijk is, of bleek. Naast het feit dat ik dus nu, hè, ik ben ongeveer een jaar bezig met dit merk. Hè. Er zijn vele andere merken, hè, maar ik heb hier heel specifiek voor gekozen. En ik zal je dadelijk vertellen wat een van de redenen daarvoor was. Dus naast het feit dat ze mij op lichamelijk vlak enorm helpen. Als ik alleen al denk aan alle spierellende die ik van de fibro mag ervaren, iedere dag opnieuw en zeker in dit seizoen. Dan ben ik super blij wanneer ik een tabletje achterwege kan laten. Omdat ik dat heb, zeg maar, kunnen vervangen dan door de oliën. Zij steunen mij hier enorm bij. En niet alleen, zeg maar, rechtstreeks de spieren. Als ik het even over mezelf heb en over de fibro heb waar ik mee worstel. Dat heel belangrijk is. Maar mijn spieren, oké, dat is één ding. Maar wat ik ook heb gemerkt is echt wel dat stress, spanningen, ook positieve dingen kunnen stress en spanningen veroorzaken. Het hoeft niet altijd ellende te zijn. Dat die ook een enorme weerslag op mijn spieren hebben. En het blijkt nou met die olie, nadat ik er steeds wat meer van ging gebruiken en dan wat erin ging verdiepen. En toen leerde ik dus ook hoe fijn dat deze olieën zijn. Omdat ze dus op verschillende levels werkzaam zijn. Dus niet alleen rechtstreeks op mijn lichamelijke kwaaltjes. Hè, mijn hoofdpijn die ik heb bijvoorbeeld. Of heb je een schimmelnagel. Of heb je last van je maag is verstreken. Je moet iedere keer dat oprispen. Noem maar op. Of dus inderdaad je spieren zoals bij mij met de fibro. Maar ook op emotioneel gebied en werken ze dus enorm goed. Want ik gebruik dus de ene olie voor mijn spieren. Eigenlijk maak ik daar een soort mix van. En de andere olie gebruik ik om kalm, rustig, zeg maar, alle prikkels van de dag, van alle gebeurtenissen om mij heen, om die langs mij af te laten gaan. Omdat ik gewoon merk dat hoe minder stress ik ervaar, hoe minder spanningen. Ja, god, en we hebben nou december, hè, dus stress en spanningen alom, zal ik zo zeggen. Nogmaals, ook leuke dingen, hè, maar leveren toch prikkels op om die langs mij af te laten gaan. Dus dat is al dubbel doels waarom ik die olie gebruik. Supergoed. Daarnaast is er iets waarom deze firma, en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetjes wat hij belangrijk vindt, maar ik zal je één ding verklappen. Ik weet niet of je het weet, maar naast het feit dat ik natuurlijk heel graag met de engelen werk, heb ik ook een, zeg maar, hobby die een beetje uit de hand begint te lopen. Maar in ieder geval wel een nieuwe passie, geen nieuwe passie, een passie. En dat is imkeren. Bijen en imkeren, dat is het toch wel voor mij. Vanaf klein meisje ben ik daar al helemaal verzot op. Maar bij het imkeren gebruiken we eigenlijk dus ook weer vergif. Vergif om bijvoorbeeld de varroa-meid te weren. En hoe leuk is het nu dat ik met mijn olietjes daar mengseltjes voor kan maken en geen gif hoef te gebruiken. Bij de paarden gebruiken wij ook de olietjes. Zodat ze heerlijk rustig en kalm bijvoorbeeld de trailer op kunnen lopen. In mijn huishouden gebruik ik de Thieves en alle poetsproducten van de Thieves die er bestaan. Of ik maak ze zelf gewoon alleen al omdat ik het flesje olie heb. Dus voor de bacteriën, de schimmels, alles wat in de lucht dwarrelt, de olieën helpen echt op
enorm veel gebieden. Super, maar nou even terug naar dat stukje van die firma, waarom dat ik deze firma nou geweldig vind. Oké, we leven in een commerciële wereld, dat weten we allemaal. Het is nou eenmaal zo en er zijn, ik weet niet hoeveel oliebedrijven, die zeggen dat ze allemaal even puur zijn. Is lang niet altijd waarheid, hè? Dat snappen wij ook wel. De reclames verleiden ons ook vaak tot het doen van aankopen die we eigenlijk niet, ja, of in ieder geval achteraf tegenvallen. Oké, wat doet nou Young Living en wat vind ik nou, dat is persoonlijk, hè, daar heel fijn aan, als ik namelijk imker ben. En ik heb een passie voor imkeren, voor bijen, voor kolonies, maar dan heb je dus eigenlijk ook een raakvlak met de natuur. Die essentiële oliën zijn een onderdeel van de natuur. En hoe kan ik dat nou perfect uittesten met mijn bijen dus? Want bijen, die zijn niet als een hondenroedel of zo, die kun je nog wat sturen. Bijen kun je niet sturen. Die bijen die vliegen rond en die zeggen echt niet, hallo Daniel, ik heb vandaag weer zoveel nectar verzameld. Echt niet, daar kun je geen band mee opbouwen, daar kun je niet beïnvloeden. Maar bijen herkennen wel wat zuiver en puur is. Dus als ik lemongrass, hè, de een van de oliën, die voor veel meer dingen goed is, maar bijvoorbeeld voor mijn bijen, in de kast druppel één drupje, dan trekt dat de bijen helemaal aan. Voelen ze zich happy? Zitten ze fijn, keurig op één kluwe in de kast? Dus als mijn bijenkast, of mijn bijenvolk besluit om te gaan zwermen, en ja, dat komt ook bij de beste imkers voor, ik ben niet de beste imker, maar komt bij mij voor vorig jaar zelfs wel twee keer, dan kan ik dus als ik de zwerm weer ga vangen. En ik kan wel eens, ik weet niet of jullie dat leuk vinden, maar in een andere groep heb ik wel eens het filmpje gedeeld over dat ik zo omhoog ging met dat, ik weet niet hoe dat ding, shovel of zoiets van de buurman omhoog ging. Om uit de hoge kersenboom die zwerm te halen. Maar in ieder geval, als ik daar dus dan een druppeltje in die zwermkast lemongrass olie doe, is dat een natuurlijke manier bij je herkennen de natuur en die puurheid en die gaan daarop af. Nou, wat doet Young Living wat andere bedrijven niet doen? Andere bedrijven werken misschien ook wel biologisch, helemaal prima. Maar Young Living 100%. Dat betekent dat al het onkruid met de hand geplukt wordt. Alle boerderijen kun je gewoon gaan bezichtigen. Alles is gewoon open, alles is transparant. Dus alles wordt met de hand geplukt door de lokale bevolking. Dat vind ik ook al supergoed, hè? Niet van die grote bedrijven die maar alles opkopen en dan... Nee, het is echt op de lokale boerderijen en die oliën worden ook op die boerderijen geproduceerd. Nou, daar word ik al helemaal happy van, want dat, dan denk ik, nou, dan verdienen die boeren op die plekken er ook wat aan. Maar wanneer, dan ga ik even terug naar de bijen, ik ga de link maken tussen bijen en tussen Young Living. Wanneer, of wie bepaalt nou eigenlijk naar welke bloem dat de bij gaat vliegen voor zijn nectar? Wij denken dat de bij dat bepaalt, hè? Die vliegt rond en wij denken, oh, die ziet dat wel, daar ga ik eens naartoe. Nee, dat is niet zo. De plant bepaalt dat. Ja, echt de plant. De bloem zelf, de plant zelf, bepaalt precies op welk moment van de dag dat die zeg maar het meest open gaat en dat die de meeste nectar vrijgeeft voor de bijen. Als imker heb ik dat geleerd toen ik destijds die opleiding heb gevolgd daarvoor. En dat is heel erg leuk, want het is dus echt zo. Je kunt dus zien dat de plant zelf bepaalt wanneer dat de meeste nectar wordt afgegeven. Dus het kan zijn dat bijen in de ochtend, ja, ik verzin de tijdstippen even, hè, tussen 10 en 12 vliegen op dat bloemetje. Maar dat ze 's middags opeens wegvliegen op dat bloemetje. En dat komt dus omdat de plant zelf bepaalt wanneer dat die de meeste nectar vrijgeeft. En de rest van de dag kan de plant weer herstellen. Kan ze bijkomen. Kan ze de, ja, gewoon, dat zo deftig, recupereren of zoiets. Ik zal het wel fout zeggen. Maar dat is bij Young Living dus ook. Wanneer gaan zij een bepaalde plant oogsten? Hè, om daar olie van te maken in het destillatieproces. Wanneer doen ze dat? Op het moment dat die plant op zijn piek is. En hoe weten zij dat nou? Omdat ze allemaal wetenschappers hebben. Kijk, iedereen weet wel ongeveer. Hè? Kijk, wij zeggen ook de lente, die is van dan tot dan. Ja, eigenlijk zou ik zeggen, amahula, want als ik naar mijn bijen kijk, die geven wel aan wanneer dat het echt lente is. Wij hebben de kalender bedacht. De natuur houdt zich echt niet op aan een kalender.
Dus bij Young Living heb je dus wetenschappers, onderzoekers, die gaan iedere keer proefmonster. Ze weten wel ongeveer de periode, hè, van tussen dan en dan. Dan zal de piek komen, maar dat hangt dus helemaal af van hoeveel zonuren heb je, hoeveel water is er gevallen. Daar komen meer dingen bij kijken dan alleen maar de datum op de kalender. Nou, zij gaan proefmonsters nemen iedere keer. En zij weten de waarde van het piekmoment. Dus zij kunnen in hun grafieken mooi zien wanneer de plant naar de piek toe gaat. Is die op de piek, dan is het moment daar dat er geoogst gaat worden. Dat is fantastisch. Dan gaan ze oogsten. Maar dan oogsten ze ook alleen dat stuk. Ze gaan niet de plant uitputten. Ze gaan niet de plant zodanig beschadigen dat die, oh weet ik hoe lang nodig heeft om te herstellen en eigenlijk niet meer 100% kan herstellen. Dus ze gaan niet tot het uiterste. Nee, ze gaan zeer respectvol met die plant om, net zoals de bijen. Men neemt wat men nodig heeft en laat de plant verder met rust. En dat vind ik zo belangrijk, want je hebt ook bedrijven die doen dan tijdens zo'n destillatieproces, doen ze bijvoorbeeld daar een extra chemisch goedje in, waardoor dat ze nog meer olie kunnen persen. Ja, doe maar even zo alsof ik een handdoek uitwring, maar allee dan nou, je snapt wel wat ik bedoel. Zodat ze het destillatieproces, al die oliewindprocessen, je kunt het ook persen en zo, dat ze dat gaan manipuleren. En dat gebeurt bij Young Living niet. Dus waarom is die olie duur? Daarom is die olie duur. Het is gewoon puur. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Pas op, hè. Maar wel eventueel de biologische. En daar bedoel ik eigenlijk mee bijvoorbeeld, net zoals bij de bijen is het zo dat op het moment dat de boeren de landerijen gaan sproeien en zij zouden daar chemische spullen voor gebruiken, hè. Gelukkig doen veel boeren dat al niet meer, maar stel je voor dat, dan zie ik voor mijn bijenkast een hele berg dode bijen. Ja, jammer wel. He, maar bij Young Living is het dus ook zo dat zij bijvoorbeeld de natuurlijke vijand gaan inzetten. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn ook olieën. Want insecten kun je verdrijven met olie. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat als je, laat ik het even goed kijken, last van je bladluizen, dat ze daardoor dan lieve herenbeestjes gaan inzetten. En die vreten dan weer die bladluizen op en beschadigen de planten niet. Dus op die manier zijn zij heel erg goed bezig in mijn ogen. En dat is een van de dingen die voor mij heel erg belangrijk zijn. Op het moment dat ik op zoek ben naar een product, dan kijk ik daar ook heel goed heen. Want voor mij is dat belangrijk. En als dat betekent dat ik daarom ietsje meer betaal, dan betaal ik daarom ietsje meer. Maar ik sta er wel achter en ik weet dat ik het meest pure op mijn lijf smeer of inadem dat haalbaar is. Dus even de relatie met de bijen en de Young Living, die zit hem dus erin dat de plant bepaalt. Dat wou ik toch wel echt even met jullie delen vandaag. Ja, dat was hem eigenlijk wel. Kan ik verder nog vertellen? Ik hoop dat je op mijn website hebt gekeken, www.daniellepfransen.nl, en dat je daar het kopje essentiële olie al een keertje bekeken hebt. Kan ik nog tegen je zeggen, kijk op mijn YouTube-kanaal. Blijf gewoon gezellig in deze groep. En stel vooral heel veel vragen, want ik beantwoord ze allemaal. Nou, ik wens jullie nog een hele leuke week en meld je graag bij mij. Doei!